En al deze vragen zing. De muziek die speelt zo mooi door de ogen. Ik zit vandaag in Made in de pub. De nieuwe pub moet ik eigenlijk zeggen. Een prachtig café. En ik zit hier samen met twee mensen van de carnavalsvereniging in Made. En we gaan vandaag eens een praatje houden over wat er nou precies gebeurt achter de schermen van die prachtige optochten die wij hier altijd hebben. Maar eerst misschien handig dat ik even vraag met wie ik aan tafel zit. Wie ben jij en was je functie binnen de carnavalsvereniging? Ik ben Anton Jansen, meerdere functies binnen de carnavalsstichting. Ik ben bestuurslid penningmeester en ik ben voorzitter Grote Optocht. Voorzitter van de Grote Optocht. Dus ik zit in ieder geval met jou zit ik aan de goede persoon aan tafel. En er zit nog iemand, wie ben jij? Ik ben Gerry van Zand, ik ben lid van de Raad van Elf en belast met de veiligheid binnen de optocht. Okay. Zoals ik al zei, ik ben een carnavalsvierder. Ik loop ook mee met de optocht, maar ik ben vooral carnavalsvierder. Ik zie die prachtige auto's voorbij komen en ja, dat is allemaal mooi om te zien natuurlijk. Maar het kan niet zo zijn dat het allemaal vanzelf gaat. Jij bent voorzitter Grote Optocht. Wat doen jullie in die Grote Optocht? In één woord gezegd, organiseren. We hebben een groot bestand aan optochtdeelnemers en daar zijn wij de spil in, zeg maar. Wij onderhouden contacten met alle deelnemers. Wij hebben een reglement waar aan iedereen zich conformeert. En dat is een samenwerking tussen carnavalsvierders en de carnavalsstichting. Je zegt er is een reglement, er zijn dus regels. Waar gaat dat reglement over? Welke regels heb je het dan over? En een belangrijk stuk is veiligheid tegenwoordig. De veiligheid van de optocht. Maar echt de kleinste regeltjes. Hoe laat iemand aanwezig moet zijn. Hoe ze in moeten schrijven. Het prijzengeld. Een heel pakket aan regels om die optocht in goede banen te leiden. Maar veiligheid is een hele belangrijke, hoor ik je zo. Absoluut. Dat is vastgelegd in regels of protocol? Of hoe moet ik dat zien? Ja, er is een veiligheidsprotocol. En dat wordt ook continu bijgestuurd. Dat is eigenlijk een levend document. Aan jou vragen over veiligheid. Hè? Want je collega had het over een veiligheidsprotocol. En over aanpassing in de regels. Hij zei al iets over dat het 11 meter hoog mag zijn. Maar kun jij iets meer gedetailleerd vertellen over veiligheid? Ja, kijk, als je gelijk spreekt over die 11 meter, het is wettelijk verplicht dat je boven de 2,5 meter eigenlijk aangeleid moet zijn of dat er een veilige vluchtweg is. Nou, een heleboel wagenbouwers houden daar geen rekening mee, logisch, want die zijn bezig met de wagen zo mooi mogelijk, zo groot mogelijk. Ja, wij willen toch meegeven dat er toch wel naar gekeken moet worden, want als er iets gebeurt, en dat kan altijd, ja, moet je wel zeker weten dat mensen toch veilig weg kunnen. En hoe gaan jullie dat dan volgen? Want ja, die wagen is op een gegeven moment af. En als je dan gaat meten, ben je te laat misschien. Ja, nee, tijdens de bouwen bezoeken wij regelmatig de wagens. Dat doen we met een aantal mensen die daar echt in thuis zijn in de materie. En dan gaan we ook echt naartoe om mensen te begeleiden van, en adviezen te geven van hey, denk daaraan. Kijk, wij kunnen niks wettelijk voorschrijven, maar we kunnen alleen maar adviseren. Maar ik neem toch aan dat ook wagenbouwers het belang van de regels wel inzien. Ja, de wagenbouwers zien er wel het belang van in en er zijn ook heel bij die doen al jaren mee. Dus die zijn er ook echt van op de hoogte en die willen ook echt meewerken om het protocol zo goed mogelijk op papier te hebben staan. En je zegt van ja, we gaan controleren, we gaan het volgen. Dat betekent dus dat jullie tijdens het bouwen van die wagens regelmatig gaan controleren of gaan op bezoek gaan? Hoe moet ik dat zien? Nee, wij gaan regelmatig op bezoek. Daar zullen we straks ook een voorbeeld van zien met een aantal leden van ons die daar echt de kennis van hebben. En ja, we bezoeken ze regelmatig. Van het hoekje naar het treffend, de Luifel gaan we deur. En dan via Hof van Holland, dan bereiken geen gezeur. En dan naar het hart van Malen, de Korenbeurs is ik. De Brasserij en de Frater, die zijn nog lang niet dicht. Ja, dan nog even eten, dat kan bij de Chinees. Inmiddels zijn we verkast, zoals je kunt zien. En we zijn in een schuur, in een hal, waar de holtrappers hun wagens bouwen. Naast mij staan twee mannen. Eentje nog van de carnavalsstichting en eentje van de holtrappers. Ik ga met jou beginnen. Wie ben je en wat is je functie binnen de stichting? Ik ben Gert Jansen. Ik doe het puntje veiligheid binnen de vereniging. Wij lopen alle wagens in principe na op de veiligheid. Dus dat betekent dat jij ter plekke gaat kijken en die wagen min of meer keurt om te kijken of alles goed? Ja, ik ga een paar keer per jaar gaan we langs en dan gaan we visueel de wagen rond en kijken naar puntjes, lastwerk en zulke dingen waar aanmerkingen op kunnen zijn. En dat betekent ook dat jij er verstand van moet hebben om dat te kunnen beoordelen? Ja, ik ben hoofdtechnisch dienst bij ons. Ik heb 16 jaar in de kraanbouw gewerkt, dus ik heb wel een beetje ervaring erin. Dan komt hij dus bij jou terecht, Juan, klopt dat? Ja, ik zie hem regelmatig. Ja, regelmatig verschijnen. En is hij dan heel vervelend of is het wel goed wat hij doet? Ja, het
is altijd goed. Extra controle op een wagen is nooit verkeerd natuurlijk. Je kan altijd wel denken dat je weet wat je doet, maar iedereen maakt fouten toch? Ja. Want hoe zit dat bij jullie? Hij vertelt dat hij daarin werkt. Hoe zit dat bij jullie? Jullie bouwen zomaar wat of hebben jullie daar ook wel mensen voor die er iets van weten? Ja, wij hebben wat dat betreft eigenlijk best wel een heel breed scala aan mensen, laat ik zo maar zeggen, die eigenlijk van alle markten wel een beetje wel iets afweten. Van de constructie, stroom, ja, van allerlei personen zeg maar, die je ook nodig hebt. Ja. Want nou zie ik een keer zo'n wagen in als je nog niet klaar is. Maar wij als publiek weten bij God niet wat er allemaal achter zit natuurlijk. Het is heel veel, hè? Je noemt al elektriciteit, constructie, het beweegt, het gaat op en neer. Dat zijn allemaal dingen die jullie zelf maken. Ja, alles. Wij hebben voornamelijk de beweging, onze grootste beweging is altijd hydraulisch, dus op olie. Dan hebben we krachtmotoren erop zitten. We hebben jaren gehad dat we ruitwisselmotoren gebruikten. En met handbewegingen hebben we ook al, je kan het zo gek niet verzinnen eigenlijk, of we proberen het te maken. We zijn hier nu aanwezig bij een nieuwbouwgroep wat vorig jaar is opgericht, Drink Met Maten. We zitten nu moment in de wagen. En vorig jaar zijn we geweest, hebben verschillende dingen gezegd, jongens, dat kan niet, dat is een beetje gevaarlijk. Maar dit jaar ziet het er gewoon weer perfect uit. Ze hebben geluisterd wat we vorig jaar gezegd hebben, kruisverbanden erin. En hieronder hebben ze een draaimechanisme gemaakt. Die is in dit geval niet afgeschermd, omdat hier geen mensen aanwezig zijn tijdens de optocht. Dus dan hoeft er in principe voor ons niks overheen. De noodstofvoorziening is als we op deze knop slaan, dan is alles goed, dus de verlichting uitgaan. We zullen eens even proberen. Hey, dit moet nog iets aan gesleuteld worden. Dat werkt nog niet, want de lamp brandt niet. Wat ook een heel belangrijk punt is voor veiligheid, is de afscherming van de wielen. De wielen, daar kunnen kleine kinderen onder komen. Zoals je in de Marktstraat ziet, dan staat het 5-6 rijen dik. En dan de kinderen die lopen ervoor, die springen ervoor. En dus ja, de wielen afschermen is een heel belangrijk puntje waar we echt heel kritisch op letten. Want ja, je weet nooit wat kinderen doen. Er lopen wel mensen langs, maar ja, die worden ook wel eens afgeleid. Dus wij zeggen wielen afschermen, zodat er niemand onder kan komen.